Girl squad! Woe! Pardon! Dit is zo lief. Zou je het merken als ik er één uit de doos heb gegeten? Deze is echt heel, 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 heel mooi. Pannenkoekjes. Ik heb lekker even gevlamd in de Canary Club. Wat echt een hele fijne plek is om te werken. Ik heb het wel eens eerder gezegd, maar ze hebben allemaal van die hele leuke mintgroene tafeltjes en stoelen. Overal zijn stopcontacten, zodat je je laptop in kan pluggen. Is echt heel fijn. En ik heb de Linda Meijden brainstorm voorbereid, waarin we gaan nadenken over nieuwe nummers, nieuwe thema's. Dingen die belangrijk zijn voor ons en onze generatie. Dat soort dingen. Mails weggewerkt. Het is hier trouwens heel galmend. Ik sta nu in mijn lege under construction huis. Hallo! Zo'n lege slaapkamer. En nu ga ik snel met Emma even wat foto's maken. Zodat ik ooit wel iets heb om op Instagram te zetten. Top idee. Ik voel me echt slecht dat ik al dagen niks op Insta post. Ik doe wel stories tussendoor, maar ik heb gewoon niks. Ik heb geen foto's. Dus daar moet even wat aan gedaan worden. Want anders is het ook zo saai. Dat ga ik nu even doen. Dan ga ik even een video schieten voor een samenwerking. En dan ga ik nog wat Linda Meijden dingen voorbereiden. En dan naar shownieuws. Lekker vol dagje. Zoals je hoort zit ik lekker een vlog te luisteren van HRH. Iemand die ik al jaren volg. En die gewoon over van alles en nog wat. En vooral niks als het ware praat. IJs, koffie, tassen, dat soort dingen. Hartstikke lekker. Heel leuk om te kijken. En ik eet een hele lekkere salade. Hoop ik. Weer van sla. Niet gesponsord of zo, maar gewoon in de buurt en makkelijk om te bestellen. Dit is met tempeh en bloemkool en curry en dat soort dingen. Ik ben echt helemaal niet goed met mijn plan bezig geweest. Vrijdag heb ik 2 kipcorns gegeten. Zaterdag heb ik pizza gegeten. Thais gegeten. Dus het is gewoon niet makkelijk. Maar ik maak nu ook slimmere keuzes zoals dit. Nu moet het koken nog even in mijn systeem komen. Snel dit opsmikkelen, klaarmaken voor shownieuws. Super lange dag. En ik ben best wel zenuwachtig over hoe jullie het zomerboek vinden en hoe het ontvangen gaat worden. Ik ben er echt trots op. Morgen! Het is dinsdag. Ik ben bij Linda Meijden. En we hebben nu een brainstorm op een hele leuke zonnige locatie. Waar we het gaan hebben over de nieuwe thema's voor volgend jaar. We werken natuurlijk best wel vooruit. Het is zo lekker zonnig, jongens. Ik heb vandaag een pak aan. Lichtblauw. Loving it. Heerlijk dagje dit. Heel veel zin in de brainstorm. Dit was een productieve brainstorm. Heel erg leuk. We zijn nu bij de andere locatie, Gooi Meer, waar het online team zit om te praten over YouTube-strategieën en dat soort zaken. Ik ben ook wel benieuwd wat voor video's jullie zouden willen zien vanuit Linda Meijden. En ik voel zelf dan vooral ook wel veel voor van die echte verhalen, gekke shit die we altijd in het blad hebben staan. Waarbij je echt denkt, hoe kan dit nou waar zijn? Dus daar gaan we het over hebben en daarna ga ik een winnaar verrassen die een goodiebag heeft gewonnen. Ik ga nu een goodiebag afgeven bij een meisje dat een pre-order heeft gedaan op het zomerboek. En dan maakt hij kans op een goodiebag. Ze woont in een dorpje, hier een half uur vandaan. En ik heb heel veel zin om langs te gaan. We hebben superleuke spulletjes en donuts. En nu heb ik zo'n zin om een donut te eten. Zou je het merken als ik er één uit de doos heb gegeten? Vast niet. Zij weet niet hoeveel erin zaten. Hadden er ook 5 kunnen zijn. Gaan jullie lekker? Nu gaan we! Ballonnen. Goedemorgen, het is nu donderdag en vandaag worden mijn nieuwe meubels geleverd. Of in ieder geval het eerste deel ervan. Ik bewaar natuurlijk ook de echt allerleukste bits en pieces voor de home makeover video's die er aankomen. Maar ja, dit is natuurlijk wat ik vandaag doe. Dus ik laat het je wel een beetje zien. De meubels die vandaag komen, die zijn van Westwing. Waar ik het meeste heb besteld en het past dan allemaal helemaal mooi bij elkaar. En ik heb daar advies gekregen en dat soort dingen. Dus dat werkte wel heel goed. Ik ben gewoon heel benieuwd. No, got to see you when I can.
dan kan je bijvoorbeeld hier ook een kast maken. En dan kan je hier een deur maken. En dan zou je hier bijvoorbeeld pakketjes of post of dingen. Maar dat is, het is eigenlijk ook weer net niet diep genoeg heen. Nee. Het is echt een nikshoekje. Ja. Dan kun je dan hier, want je hebt eigenlijk die zo staan. Ja, dat het gewoon midden in je ruimte staat. Waardoor je misschien daar een hoek hebt en daar je tafel. I don't know. Maar dat is eigenlijk. Het kan wel of het kan niet, maar dat is een beetje het gevoel van die bouw. Yes! Wat vet! Goed, de puin is geruimd. Maar ik moet zeggen dat ik echt te ongeduldig ben voor deze home makeovers, denk ik. Ik zie alleen maar dingen die niet af zijn. Ik word helemaal gek. Ik wil dat het nu binnen een week gewoon allemaal klaar is, geverfd is, alles anders is. Maar dat gaat echt nog wel weken duren. Dit is echt niet aan mij besteed. Maar het wordt wel echt mooi, denk ik. Eindelijk heb ik er een beetje gevoel bij. Dus dat is wel heel leuk. Ik ga nu naar Penny, die 30 is geworden vannacht. En dat hebben we even gevierd met Anna en Bart en nog een paar mensen. En nu doet ze een mini barbecue op een dakterras van een vriend. Dus daar ga ik even heen. En ik denk niet dat ik uitga, maar je weet het maar nooit. Penny! Wat doen we? Shortjes, tequila. Let's go to a place only lovers go. Feel so crazy. Ik zit lekker op de fiets. Ik was net bij Valentina, mijn soort van food coach, health coach. Voor onze eerste follow-up van het traject. En dat was heel erg leuk, want zij is ook echt iemand met een hele positieve vibe. En je krijgt meteen zin om van alles aan te pakken. Ik heb natuurlijk verre van perfect gegeten deze weken. Maar toch was ze wel trots op de stappen die ik had gemaakt. In dat ik ook veel meer salades en soepen eet nu en zo. En minder snack tussendoor, dus. En dat de eettijden dichter bij elkaar liggen, dus dat zijn wel goede dingen. Joehoe! Ik ben geen gewicht verloren, wat dan toch als een beetje een domper voelt, ook al was dat helemaal niet mijn grootste doel. Omdat je toch altijd dan denkt dat je het goed doet als je dat wel hebt. Je gaat toch op een weegschaal staan en dan denk je, zou er iets gebeurd zijn? Ook al zou je niet eens hoeven, denk je dat toch. En dat is dan niet, dus dan denk je toch, niet goed mijn best gedaan. Make-up ziet er weer goed uit. Debbie heeft me onder handen genomen en ja, dat is gewoon heel naturel en mooi. Ze doet altijd van die losse minis, wat ik dus zelf nooit kan. Ik doe echt zo mijn best, maar het lukt mij niet om dat zelf te plakken. Maar het is toch echt, als iemand anders je make-up doet, is het zo mooi. En je haar, love it. Goedemorgen, het is nu zaterdag en het is weer zo lekker weer. Het is echt fantastisch. Ik denk echt dat ik gemaakt ben voor dit klimaat. En ik zit echt te denken, hoe ga ik zorgen dat ik voor altijd zon in mijn leven heb? Denken jullie vaak na over bijvoorbeeld verhuizen naar het buitenland of iets in die richting? En zo ja, waar zou je dan willen wonen? Ik had altijd heel lang een fantasie om een tijd naar Bali te gaan. En daar te gaan wonen een tijd of 3 maanden per jaar of zoiets. Maar in de praktijk is dat natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. En Jordi is ook niet lyrisch over Bali op de manier waarop ik het ben. Dus ik twijfel of dat ooit gaat gebeuren. Ik doe vaak mijn make-up 's ochtends op bed. Vind ik heel chill, want dan komt al het licht van mijn ramen deze kant op. Ik zou dat jullie wel willen laten zien, maar hier staan allemaal praxisdozen met spullen erin. Dus dat ziet er niet heel charmant uit. Wat ik op dit moment veel gebruik, omdat ik er veel vragen over krijg, is eigenlijk best wel hetzelfde als wat je al kent als je mijn vlogs heel vaak kijkt. Ik moet zeggen dat mijn huid er heel goed uitziet voor mijn doen. Eigenlijk bijna geen plekjes. En ik denk toch echt dat dat door de warmte komt en door de zon. Want ik heb dat op vakantie ook altijd. Maar ik vind het heel moeilijk om een precieze oorzaak te vinden.
Ik gebruik in ieder geval wel minder producten. Ook regelmatig gebruik ik 's avonds helemaal geen crème meer. Maak het alleen heel goed schoon. En dan eindig ik met een beetje koud tot lauwwarm water. Ik heb het idee dat dat ook wel wat rust geeft. Verder drink ik nu echt bijna geen koemelk meer. Eet ik ook veel minder kaas. Bijna niet meer. Dus ik weet niet of dat er iets mee te maken heeft. Maar het schijnt voor sommige mensen wel te helpen. Sowieso eet ik niet veel vlees. Wat ik doe is... ik heb het nu al op, maar ik gebruik eerst een foundation primer van Laura Mercier. Deze is bijna op. Dit is de Radiance Primer en die gebruik ik echt al 2 jaar of zo, 3 jaar. Die geeft een soort hele parelmoerachtige glans. Ik hou heel erg van een glowy huid. Waardoor je huid er meteen veel gezonder uitziet en hij blurt een beetje de poriën en lijntjes en dat soort dingen. Op dit moment gebruik ik ook een tinted moisturizer. Die is toevallig ook van Laura Mercier. Nou ja. Niet heel toevallig, eigenlijk omdat ik die primer zo fijn vond. En het idee had dat mijn huid daar juist heel goed op ging. Sommige primers heb ik het idee dat je huid verstopt van raakt, deze niet. Dit is trouwens totaal niet spon of iets. Gewoon deel gewoon wat ik fijn vind. Ik koop dit gewoon van mijn eigen geld. Ik gebruikte hiervoor eigenlijk altijd foundation, omdat ik me daar fijner bij voelde. Maar dit is dus een tinted moisturizer. Die prima dekking geeft, maar niet een hele heftige kleurlaag op je gezicht legt. Ik gebruik 2W2 in nude. En voor mij is dit eigenlijk wel genoeg nu. Misschien ook omdat ik iets minder wit ben. Iets meer kleur van mezelf heb in de zomer. Maar dit is echt top. En als ik dan oneffenheden heb, werk ik die weg met deze concealer van L'Oreal. Ik gebruik hem in de kleur 3N. Beige crème. Toch wel hoe ik mijn huidskleur zou omschrijven. Licht beige. Deze is zo chill. Ik heb het hier ook al vaker over gehad. Ik weet niet wat het is. Het is iets in de textuur die gewoon heel vloeibaar is. Terwijl ik juist altijd dacht dat een hele stugge concealer heel fijn was. Dit is echt voor onder de ogen, plekjes, wat dan ook, echt perfect. Ik vind hem zo fijn. En hij is ook niet zo duur. Hij is denk ik 12 euro of 13 euro. Vergeleken met concealers die je bij dure merken koopt. Waar we toch vaak naar neigen omdat je een perfecte huid wil, is dit echt wel een goed koopje, vind ik. Ik gebruik altijd een vloeibare highlighter, maar de ene keer is het de Strobe Cream van MAC. Dan is het van Charlotte Tilbury de Beauty Highlighting Wand. Nu heb ik de Hollywood Flawless Filter voor a Superstar Youth Glow. Nou, dat is wel wat hij doet. Deze ook van Charlotte Tilbury vind ik echt wel een van de fijnste merken. Ik weet niet of dit bedoeld is als highlighter of over je hele gezicht, maar daar is hij bij mij te oranje voor. Dit is een heel grappig sponsje. Dan dep ik eigenlijk gewoon hier wat highlighter en dat doe ik dan met mijn vingers, merk het uit. Doe ik het ook een beetje hier en hier, een beetje in de ooghoekjes. Maar volgens mij is dit dus bedoeld voor meer dan alleen highlighter, want het is zo groot. Het is eigenlijk een soort foundation flesje. Wat wel betekent dat ik er 6 jaar mee ga doen ofzo. En voor wat kleur gebruik ik nog uit mijn Charlotte Tilbury palet deze lichte bronzer. Die is voor mij heel fijn omdat die echt best wel licht is. Eerder gebruikte ik deze twee altijd als blush. Maar de laatste tijd gebruik ik veel deze van NARS. Maldives heet die. Maldive. Dit is een hele fijne. Hij is iets meer een soort terracotta dan de Orgasm Blush die we waarschijnlijk allemaal kennen als beautyliefhebbers. En daar zit iets minder glans in. Dus hij is heel natuurlijk. Ik heb hem nu ook een beetje op. Ik vind deze echt heel mooi. Hele mooie doosjes ook. Echt wel verliefd op dit merk aan het worden. Hele fijne producten. Dat is het eigenlijk dus. Een primer voor wat glans, de tinted moisturizer en dan voeg ik nog wat glans en kleur toe. Ik ga nu met Penny, mijn vriendin, afspreken die een nieuwe tattoo gaat zetten. En dat gaat ze doen in de shop Hollywood Mark, waar ik ook ben geweest om onder andere dit leuke hartje te zetten en het zonnetje en het maantje op mijn voet. Volgens mij gaat ze bij Jorgos. Ik ben eerder bij Dan geweest. Maar Jorgos is ook iemand die ik al heel lang ken en die is super aardig. Dus ik weet zeker dat ze in goede handen is. Hij is hartstikke goed ook. Ik heb zelf ook wel kriebels om iets te zetten. En Penny heeft al tegen me gezegd dat ik misschien ook wil. Maar ik heb helemaal niet de tijd gehad om over na te denken. Ik wil eigenlijk een leuk woordje. Maar ik ben dan wel een perfectionist die het perfecte front wil hebben. Wat helemaal geweldig precies klopt. Ik weet even niet of ik het al had laten zien, maar ik wil jullie even mijn nieuwe eettafel laten zien. Ik heb dit heel snel even een plantje erop gezet en een boek, dus het is nog niet af of zo. Maar dat is het enige hoekje in mijn huis wat nu gestyled is en eruit ziet hoe het eruit moet gaan zien. Ik laat het jullie even zien. Kijk hoe pretty! Zo vet hoe erg die tafel ook weer spiegelt. Er zit nog wat plastic daaronder, want
Moet nog allemaal geverfd worden, het huis. Dit ziet alvast heel leuk uit. Even in mijn kledingkamertje. Deze kasten kunnen ook wel iets georganiseerder. Alhoewel, dit is best een net stapeltje. Kijk, wat ga ik aandoen vandaag? Ik heb dus deze jurk de laatste tijd heel veel aan. Roze met oranje stippen. Obsessed, obsessed. Ik had hem in mijn verjaardagsvideo ook veel aan. En zo leuk. Dit is dus een nieuw jurkje van Sandro. Het lijkt een top. Het is toch echt een mini jurk. Hoop ik. Hij heeft een soort off-shoulder accent. Is echt heel leuk. Hij is wel echt heel kort als ik het zo zie. Dit is de hele jurk. Hallo! Oké, ja, het is een top. Ook besloten dat ik voor dit jurkje ga. Omdat ik hem lekker zomers vind. En omdat ik hem nog nooit heb aangehad. Dus dit is een goede kans. Ziet er zo uit. Een ruffeltje. En hier zitten dus van die soort mouwtjes aan vast. Loving it. Pardon. Pardon. Wat is dit voor lekkere bananenchips? Ik ben bij Hollywood Mark, de allerleukste tattoo shop in Amsterdam. Met de allerliefste, leukste, beste jongens. En Penny gaat een tattoo nemen, namelijk de naam van haar moeder in het Thais. Want haar moeder is Spaans. Ben je zenuwachtig, Pen? Nee, helemaal niet. Weet je moeder dat je dit gaat doen? Ja, ik was net bij haar en toen vroeg ik of ze het kon schrijven. En toen zei ze van, oh, wil je het thuis leren schrijven? Ik zeg, nee, ik wil gewoon een tattoo met jouw naam. Wat zei ze? Toen zei ze, oh. En normaal gesproken, ik zou echt denken dat ze, weet je, dat ze zou zeggen van, nee, ik doe dat nou niet of zo. Maar ze voelt zich helemaal vereerd. Oké, update. Ben is een echte pikkel en ze heeft er nog één genomen. Een hele kleine yes. Echt mega mooi. Babes, lijkt net alsof ik geen kleren aan heb. Zoals je zag heb ik lekker met Jordi even een ijskoffie gegeten en snel lekker broodje gegeten. Toen met Penny afgesproken, we hebben nog lekker in de zon gezeten en nu ga ik even thuis aanrommelen. Of eigenlijk ontrommelen, want ik vind het wel fijn om de bouwvalsituatie een beetje praktisch te houden. Dus ik ga opruimen, dingen weggooien, stapeltjes maken, dan ziet het er toch allemaal wat beter uit. En ondertussen kijk ik dan Temptation Island VIPs. Wie heeft dit nog meer als guilty pleasure? Laat het me weten. Girl Squad! Hallo, hallo! Nu al kleren uit, jongens. Dit gaat heel hard. Wat? Dit is zo lief. En kijk hoe het bed eruit ziet. Ja, maar echt. Oh. Oeh. Hallo, hallo! Ben, kom erbij! Hallo! Ja, weer uitgekleed. Wij hebben een girls night en we gaan nu naar Izakaya. Heel vrouwelijk en girly, helemaal top. We slapen lekker in het Inco Hotel en ja, we gaan uit zo meteen, zonder einde. Waar gaan we heen? Weten we nog niet, moeten we zo even brainstormen denk ik. Misschien Duke of Tokyo of de shows. Oh! Zulke dingen. Oké. Eerst eten. Oké, okay. We zitten bij Izakaya en de chef's table. En nu komen onze lievelingsdrankjes. En die zijn altijd hetzelfde. En die zeggen, je weet van wie het komt. Maar we weten niet van wie het komt. We weten wel van wie. Nou, we weten wel dat we dit lekker vinden in ieder geval. Sowieso. Hallo! Oké, jongens! Cheers! Cheers! Ik voel iets op mijn voeten ook gewoon. Wie is dit? Hallo! Het is zondag en Jordi zit lekker naast mij te lachen omdat we allebei heel brak zijn. Het was een hele leuke avond. We zijn na Izakaya nog naar Café Caron gegaan waar we dropshots hebben gedronken die zo lekker waren. Ik snap dat dit een fout drankje is, maar ik vind het zo lekker. Het smaakt gewoon alsof je drop eet. Dit was dan een hele speciale uit Scandinavië die helemaal de hand gemaakt is in een hele mooie fles. En met salmiak smaakje echt goddelijk. En toen zijn we dus in het hotel gaan slapen. Een paar uurtjes geslapen en 's ochtends moest iedereen vrij snel zijn eigen ding weer gaan doen. Wij gaan vandaag naar het strand.
lekker chillen daar. Met vrienden van Jordi, Suzanne en Samir. En ik heb een heel leuk nieuw jurkje aan, vind ik zelf. Namelijk deze. Hier zit een extra bandje. Er zitten allemaal kleine sterretjes op. Hier zit een soort ruffle idee. En dan loopt hij als een soort slipdress zo uit. Love it. Hallo, hallo. Oké, wat ik dus aan het zeggen was voordat we helemaal wegrijden, is dat ik lekker op het strand aan het uitbrakken ben met Suus en Sam, vrienden van Jordi. Suus is een super goede interieurstylist. Dus zij heeft helemaal het voortouw genomen van ons nieuwe ingebouwde leven, waarbij we hier allemaal zand achter hebben gelegd, zodat het niet wegwaait. Ik vind het helemaal topconstructie en ik voel me helemaal alsof ik zelf iets verbouwd heb. Verder is het zo warm. Mijn god. Suus, hoe warm heb jij het? Oh, heerlijk. Oh, oké, okay, Suus. Zit jij wel in de schaduw? Ja, wel. Het is zo druk op het strand. Echt heel leuk dat iedereen in Nederland denkt, mooi weer, ik moet er nu naartoe. Toch valt het me nog best... Ik had verwacht dat het nog drukker was. Die we daar hebben. In het hoek. Hoekje van deze tent. Hallo. Hallo, Pips. Hey, wat zit hier te lezen? De Volkskrant Mag. Nice. Mag. Van Julian Branquinho. Modeontwerper, smaakmaker. Wat heb jij aan dan? Ik heb een originele Bali broek aan. Oh ja. Super lekker. We waren wel lekker aan het shoppen, hè? Maar ik ben heel goed in maken. Ik ben dan bang. We hadden een eentje. Alief! Oh, nu ga ik gewoon uit die pakken terwijl ik hier eentje. Ja, blijf bij je eigen bolletje, jongen. Sorry, sorry. Hey babes, het is alweer maandag. Dus ik ben een afsluiter vergeten te filmen. Ik ben nu lekker op kantoor. Het is echt een rampen maandag. Alles gaat mis. Wat wel goed gaat, is dat ik lekker luikprint aan heb. Dus ja, daar geniet ik dan maar van. Een apart knotje met een soort antenne eruit. Ik ga de vlog afsluiten. Ik hoop dat je het leuk vond om mijn week te volgen en een beetje mee te leven. En ik zie je volgende week zondag gewoon weer. Gezellig. Zin in. Doei!